Ja, Rico, een fandag. Waarom een fandag? Omdat we bizar veel aanvragen krijgen voor van alles. Echt letterlijk van alles. Handtekeningen, foto's, video's, felicitaties, noem het maar op. Dus toen hadden we zoiets van, hey, we krijgen zoveel aanvragen waar we niet op in kunnen gaan. Waarom doen we niet gewoon een fandag? Dan ga je twijfelen, is het niet misschien te Amerikaans of too much of te groot, maar... Ik zei, weet je wat, laten we het gewoon doen. Want ik vind het gewoon leuk om lol te maken met de fans en met de mensen. Dus we hebben het opgezet en bizar. Ja, wacht, doe even hier zo. Ja, klopt. Citara, net op de foto met Rico Voegen. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het superleuk. En de fandag? Ja, ook leuk. Ik had me erop verheugd. Het was de eerste, maar als ik jou zo hoor, niet de laatste. Zeker niet de laatste. We gaan het volgend jaar doen we het gewoon bigger and better.